Magritte is een zeer goede kunstenaar en de manier waarop hij het surrealistische met het realistische verbindt, vind ik zeer interessant. Het heeft iets speciaals en ja, het leukste deel vind ik, het is in het Atomium, dat heeft iets speciaals, omdat het hier ook zijn geboorte, de plek waar hij veel geleefd heeft, is. Dus ik vind het zeer speciaal om hier de tentoonstelling te zien.